Hallo. Oh, zijn je al eens signature? Ja. We zijn hier niet op Night's Family, oké? Okay? Oh, wilt je daar eens mee stoppen? Ja, nu zijn we Night's Family Loop. Night's Family Loop. Night's Family Loop, hè? Night's Family Loop. Gaan we zitten. Ja, oké. Okay. We zijn in de McDonald's. We zijn op een roadtrip naar Dordogne. En, in de boot. Aan het raam, ja, we willen aan het raam. En ik ben third wheeling. Zoals je kunt zien. It's me, Nick en Selena. Yay! En we gaan kamperen. We zijn aangekomen, hè. Dat is kei groot hier. Heb je dat? Echt mega groot. We hebben een terras, ik weet niet als je het ziet. En we hebben daar een hangmat, maar die ga je nu niet zien. Oh, dat is kei mooi. Amai. Koffie, snoepjes. Koeken, koffie. Wauw. Hier, en madame wou nooit gaan kamperen. Ja, zo wil ik wel gaan kamperen. Oké, room tour. Ah, ik kan caravan tour. Ja, mooi hè. Als terrasje. Ja, en het is overdekt, dus als het gaat regenen, dan kunnen we daar zitten. Met tekentjes en zo. Ja. En hier is de living. Yes. En de. De keuken is keuken. Ja, ik vind dat super mooi. En er is een afwasmachine. Moet je niet afwassen. Wat een fancy douche. Ja, hier is. Wat stond er dat er een mooie inloop is? De douche. Dat is wel geen inloop, maar. Dat is klein, maar. Twee, denk ik. Dat schaart loopt. Hier is Kalisa. Zeg. Ja, en maar hier is jullie kamer. Haha. Nee, er zijn er drie, hè, normaal. Ja, hier slaap ik, denk ik. En jij slaapt, denk ik, aan die kant. Yes, dat is hier. Kakken. Toilet. Ah, yes, dan kunnen we kakken. Was wel. Ja, dat is voor hun, Nick. Dat is voor u. En hier is, denk ik, de master bedroom. Ja, open het, hè. Kom aan, Nick. Faster, hè, Nick. Wauw. Wauw. Dat een oh. Zeg, wie zegt dat jullie hier slapen? Ja, we hebben de inloop. Eigenlijk vind ik dat ik hier moet slapen. We hebben de inloop douche. Oh, maar dat is wel goed, dan heeft ieder zijn eigen toilet en zijn eigen douche. Maar ja, niet te hard kakken van daarachter. Ja, jij ook niet te hard kakken hier, hè. Want ik hoor alles, hè. Oh, dat is kei leuk, hè. Dat hè. Oh, dat is echt super leuk. Oké, welke kamer zou ik kiezen? Zou ik voor het stapelbed gaan? Of zou ik voor het eenpersoonsbed gaan? Oh, ik wil eigenlijk hierin slapen. In deze bak ga ik slapen. Ah, maar dat is niet opgemaakt. Nee, de rest wel. Oh ja, ja, ik heb echt die tekens voor niks meegenomen. Oh ja, en dit was dat. Dat is dit, ja. Ah nee, dat is niks. Dat is niks. Nee. Ik dacht ook dat een kast was, maar dat is niet. Ja. Ja, ik ga hier slapen. Kunt je zo Als ik iemand opschaar, dan is daar nog plaats, een knappe Fransman of zo, wie weet. Ja, je weet nooit, hè. Frans is het zo. Wat happens in Frans? Stays in Frans. En komt niet in de vlog, hè. Yay. Oh, en die kastjes, dat is echt wel tof. Wat is het? Ah ja, het eigen douche. Was, ja, ik heb wel heel lang niet meer in een eenpersoonsbed geslapen. Maar ja, dat is... Gewoon, hè. Ik lig in bed en we zijn eigenlijk laat aangekomen om 10 uur. Het is nu 10:30 of... Oh nee, wacht. 11 uur denk ik, of 11:30. Ja, of bijna 11:30. En we gaan slapen. Ik lig in mijn kamertje hier. Helemaal alleen. Nee, nee. Het is niet zo erg. Ik vind het wel fijn. Met Selina en Nick. Ik ga hier ook stoppen voor vandaag. Ik heb niet heel veel gefilmd, maar ik ga morgen verder. Dus slaap wel iedereen en tot morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kei enthousiast. Alleen maar, hoe laat is het eigenlijk? 10:30 of zo? Ja, is kei laat. Ik was al om 8:00 wakker. Ik ook, maar ik ben blij. Yeah, right. Echt, waar, ik ben echt ik ben echt 4 keer komen kijken of zo. Ja, maar ik lag in mijn bed nog.
Ja, dat weet ik, maar ik hoopte dat er iemand was. We gaan nu naar het winkeltje, het campingwinkeltje. Ze gaan voor mij ontbijt halen, dat vind ik fijn. Yeah, right. We hadden eigenlijk gehoopt dat Nick voor ons ontbijt ging halen. Ja, ja. Nick heeft daar geslapen. Ja. Oh, wat gaan we vandaag trouwens doen? Niks, hè? Pony in huis, ik weet niet. Vertellen wat er is in de buurt. Ja, in de buurt of op de camping. Ja, vandaag is wel de ene mooie dag. Het wordt kou en het gaat regenen. Op de buurt. Ah, ja, ja. We zullen nog zien. We shall see. Eerst ontbijt halen. Ontbijttijd. We hebben hagelslag. Hes. Chorizo. Kaas. Kalkoen. Worstjes. Boter. En twee vers gebakken stokborden. Yummy. Oké. Ik had gezegd dat ik het huisje ook nog overdag ging laten zien, zodat je het beter zou zien. Hier is een hangmat. Kei mooi. Hier is ons huisje. Hey, huisje. Dat is echt mega groot, hè. Zo langs opzij. Ons terras. Waar we al lekker ontbeten hebben. En hier is Céline in het Frans aan het praten. En wow! Dat was wel chic. Het staat wel op camera. En wij gaan nu het stadje verkennen. Welk stadje is dat? Périgueux. En Nick gaat eend eten. Ja. Eend en vet gegaard. Ik Ik zal ook mijn kamer nog eens laten zien overdag. Daar is mijn rommelkoffertje. Hier is mijn kamer. Kei veel plaats in de kasten. Superleuk. En ja, ik heb mijn knuffel bij. Ik denk dat ik dat al had gezegd. Maar anders ben ik alleen. Dus, en hier is het raampje. En dan is dit het uitzicht. Hoe mooi is dat? Wauw. Hoe lang hebben we voor eten gezocht? Een uur of zo? Zoiets. En we vinden niks. Je kunt nergens meer eten, want het is ondertussen 4:30. We hebben toch een Chinees gevonden. Ik heb spring rolls. Zo van die Chinees-achtige met kip en scampi. Zo heb ik er twee. En wat heb jij genomen? Een vegetarische lumpia en rijst. En rijst, oké. En dan straks rond 7 of zo gaan we weer eten, maar dan gaan we fatsoenlijk eten. We zijn aan het koken. Alleen Céline is toch wel aan het koken. Ik heb wel de courgette gesneden. En ik ga nu de salm snijden. We hebben ook een glaasje wijn. Ik toch. Ja, eigenlijk niemand. En ik ga zelfs misschien wel gin maken, denk ik. Oké, terwijl onze mama Céline aan het koken is, hebben Nick en ik een fort gemaakt. Allee, een fort. We hebben eigenlijk een bed gemaakt. Nee, ik doe het eens voor, hè. Dus, hier zetten we de laptop. Ja. Gezellig een filmpje om een serie te kijken. En dan kunnen we met drie zo. Ja, liggen. Voilà. Ideaal, hè. De mama mag het midden. Ja, de mama mag het midden. Yay. Yummy, het eten is ook klaar. We hebben pasta met courgette, zalm en sojaroom. En daar gaan we serie kijken. Nee. Daar is Céline. Daar is Nick. Hier aan het opladen. Ja. En een glaasje wijn. Een serie. Yay! Yay! Kijk gezellig. Ja. Ik lig in bed zoals jullie kunnen zien. Het was een hele leuke dag. We hebben een heel leuk stadje ontdekt.
We hebben gezellig nog film gekeken net. Man Up, denk ik. Het was wel een toffe romantische komedie. En nu ga ik slapen en hier ga ik ook de vlog voor nu afsluiten. Dus van gisteren en van vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Dus zeker thumbs up. En tot de volgende keer. Slaap wel. Mwah.